Waardenstein, dames en heren, voor bibliophielen en verzamelaars van cd's en vinyl. Elk jaar, begin november, de MOV Boekenmarkt, vrijdagavond, zaterdag, zondag, speuren naar net dat ene boekwerkje, die ene plaat die nog niet in de collectie zit. U ziet achter mij, het is behoorlijk druk. Er zijn al honderden mensen naar binnen gekomen en er zullen er nog honderden komen. En ik hoop van harte, voor zowel het goede doel van MOV als voor die mensen, dat ze met leuke dingen naar huis gaan. Ton Gruntjes, al sinds jaar en dag ben jij bezig met de voorbereidingen en ook het moment zelf, hè, het eerste weekend van november, de grote MOV Boekenmarkt. Wat verwacht je er dit jaar van? Nou, ik hoop dat we een overweldigende belangstelling mogen krijgen en dat we ook een hele goede opbrengst halen. Vorige keer zijn we net, vorig jaar was dat, zijn we net tussen de corona-golven door, hebben we hem door kunnen laten gaan. Dit jaar hebben we daar geen last van, dus ik hoop dat de mensen echt weer veel interesse hebben in de boeken die wij gaan verkopen. Misschien is het goed om nog eens even te vermelden wat die afkorting MOV betekent. MOV is een van oorsprong kerkelijk gelieerde organisatie en die staat voor Missie, Ontwikkeling, Vrede. En de bedoeling was om alle missionarissen, en hier in Geemert zijn het de Spiritijnen, die overal in de buitenlanden, de derde wereld, goed werk verrichten, om die te ondersteunen. En het MOV heeft, en dat is nou denk ik 32 jaar geleden, heeft het MOV besloten om een boekenmarktsysteem op te zetten om zoveel mogelijk geld te genereren om die missionarissen te kunnen helpen. Inmiddels zijn de missionarissen op, zou je kunnen zeggen. Maar, en nou hebben we gewoon, ondersteunen we gewoon het merendeel lekendoelen, ook met hetzelfde oogmerk. Er zijn nog een paar die-hards, missionarissen, Wim van Zeeland bijvoorbeeld, die zit in Peru. Die zit in Venezuela, bij de Warao-Indianen. Dat is echt een achtergestelde groep daar. En daar is Wim al tientallen jaren actief en dat is fantastisch werk. En dat ondersteunen wij jaar op jaar. Fantastisch werk en ik weet zeker, jullie gaan een fantastisch weekend tegemoet. Ik wens je een heel goed weekend met een goede omzet, goede afzet en heel veel tevreden mensen die met stapels boeken naar huis gaan. Dankjewel. Verzamelaars en het moment dat je dan weer iets kunt toevoegen, dat is toch eigenlijk wel heel prettig, hè? Dat is wel heel prettig. Ja. Dan ben je hier op de goede plaats in ieder geval. Nou, ik wens jullie een goede voortzetting en een goede vangst. Dankjewel. Ja. Nou, dankjewel. Ja? Aan je onderste. Traditioneel staat Amnesty in deze hoek van de hallen, de boekenhallen voor dit weekend. En Amnesty heeft natuurlijk altijd een fantastisch oogmerk. En wat is dit jaar jullie speerpunt? Ons speerpunt is nu dat wij handtekeningen verzamelen voor een petitie voor de nabestaanden van de bouwvakkers die de bouw hebben gerealiseerd voor het stadion in Qatar. Ja. En de nabestaanden hebben het echt heel zuur omdat zij geen inkomsten meer hebben. En toch hun onkosten moeten zelf bekostigen. En dan vragen we dus met de handtekeningenactie of FIFA en Qatar geld willen storten voor nabestaanden. Ja, zou voor Qatar geen probleem moeten zijn? Nee, inderdaad. Geld genoeg. Een prima doel. Ik ga zo dadelijk tekenen en ik hoop met mij een heleboel mensen. Oké, dankjewel hoor. Thijs, leuk om je hier aan te treffen. Je bent raadslid. Zoek je nog naar raad of naar iets anders? Nou, ik zoek naar raad, maar ook naar gewoon mooie boeken om te lezen. Dus hier zoek ik van alles en nog wat. Ik heb toevallig een mooi boek van Lord of the Rings gevonden, wat ik nog niet had. Maar ook een heel mooi fotoboek van Geemert van boven. Zeg maar, het mooie foto's. Dus er is hier voor ieder wat wils. Dus ik raad iedereen aan om hier te komen.
En heb je een uitgebreide, brede smaak of is het heel specifiek wat je zoekt? Nou, ik ben vooral geschiedenisboeken zoek ik. Maar ik hou ook wel van thrillers, zoals van David Baldacci, van Ludlum en van Clancy. En die zijn er altijd in ruime mate aanwezig. Dus ik heb mijn lijstje meegenomen van boeken die ik nog moet hebben. Dus ik ga op zoek, Simon. Dat is het systeem, hè? Een lijstje. En dan maar veel af kunnen strepen. Daarom, dat is inderdaad de bedoeling. Dus dat gaat wel goed komen. Ik wens je heel veel succes, Thijs. Dankjewel. Jullie ook veel succes als Omroep Centraal. Dank je. Ja, Paul, ik tref jou niet zozeer bij de boeken aan, maar bij de cd's en de platen. Dat is jouw grote passie. Ja, want ik heb thuis al boeken zat. Nou, ik moet zeggen, ik heb al heel veel cd's en boeken nog. Of LP's ook. En ik ben speciaal op zoek naar Ierse folk, Griekse folk. En ik heb er al een paar uitgehaald van Bob Dylan, van de Dubliners. Nou, dat soort dingen. En dan kom ik thuis en dan zeggen vrienden van mij van, waar laat je het allemaal toch? Maar ja, ik kan er niet mee ophouden en voor 1 euro op stuk. Hoef je ook niet meer op? Nee, laat ik ze toch echt niet leggen. Hé, hey Paul, maar je hebt al aardig gescoord, ja? Jongen. Ja? Moet ik ook even kijken. Kijk even. Deze? Nou ja. Frits Hurter, jij staat voor Lotus Line. Ja, en waar staat dat voor? De Lotus Line is een onderdeel van de Lotus Child Education. Dat is een stichting die wij hebben. En de Lotus Line, daar maken wij zeg maar product op maat voor mensen. Net zoals dat we voor de kinderen in Mongolië onderwijs, educatie, vorming, opvoeding op maat proberen te geven. En dat op maat, hoe moet ik dat zien? Nou, bijvoorbeeld de tassen. Ja. Stani maakt tassen en mensen geven dan bijvoorbeeld aan wat ze zouden willen hebben. Wat voor soort tas, wat voor soort ontwerp erop. Op bestelling dan, als het ware? In feite op bestelling. We hebben dan wel wat voorbeelden, maar mensen kunnen ook echt op maat iets vragen. Bijvoorbeeld de tassen. En dat doen jullie voor het goede doel. En het goede doel, dat heet Lotus Child Education. Ja, dat klopt. En de kinderen hebben dit keer ook spulletjes gemaakt en meegeleverd. En gegeven toen we in Mongolië waren. Van nou, als jullie het winkeltje openen, dan kun je ook dat proberen te verkopen. Hoe is dat land, Mongolië? Ja, dat is een heel groot land met heel weinig inwoners. En met hele lange winters en hele korte zomers. Maar een prachtig doel en ik wens jou en Stanny, die een beetje buiten beeld staat, heel veel succes. Dankjewel.